met twee kandidaten van had. Dus dat betekent dat we nog drie komen. Ik heb Discovery, maar ik heb het echt heel goed gehoord. Gisteren nacht. Dus ja, 2 plus 3 is 5, ja. Ik ga wel even wat vertellen. We hadden eigenlijk 6 kandidaten. En toen kregen we een naar berichtje van onze lieve Curve. Dat een goede vriend van hem er niet meer is. En daarmee moest ze jammer genoeg cancelen. Ze vindt het echt heel erg. Maar ik had toch wel die kroon ingekocht, dus ik dacht, je krijgt die kroon sowieso. Als je de titel draagt als kandidaat, dan zou ik hem altijd dragen, ook al heb je niet geperformed. Dus voor Curve, de kroon. Niet de kroon, maar de kroon. Dat je daar zo'n video staat. Oké, de derde kandidaat staat klaar. Oké, hier is de soundtrack. Ooh.
ben ik wel heel benieuwd welke taal. Frans. Heel mooi, echt heel mooi. Ja, tuurlijk. Hè, sommige die kan geen Frans. Ik dacht dat je een ander. Ik had eerst even een ander nummer in gedachten, maar ik voelde met dit nummer mijn emoties toch meer over gewoon doorgaan. Dus ja, was de keuze eigenlijk voor mij voor de hand liggend. En waarom? Vooral gewoon wat er in het refrein wordt gezegd. Gewoon, het is gewoon vertaald. Ik ben gek geworden, ik wil de weg terug naar huis vinden. Ik struggle zelf ook gewoon al best wel lang ook met zelfhaat. Ik heb ook gewoon wel echt. Ik heb gewoon dat ik mezelf ook niet de moeite waard vind, of dat ik mezelf niet eigenlijk het geluk wil geven. En ik vond het eigenlijk wel een perfect nummer om ook een beetje een soort van afscheid ervan te nemen van die fase. Maar je doet natuurlijk terug en ik kijk natuurlijk ook naar Lip Sync. Maar goh, je raakte mij. Maar ik ben denk ik gewoon een heel emotioneel persoon vandaag. Dus volgens mij wordt het ook toch wel eens geraakt. Nou ja, meestal emotioneel gesloten, maar nu komt het er ook uit. Dankjewel. We gaan nu door naar de jury. Ja, ik zei zo net tegen mijn medestudenten, zeg, oh, je wil ook heel graag wat over zeggen, mag dat? Dus daar ben ik weer. Ik wil jou echt zeggen. Dus, mensen denken vaak, oh, een ballet, dat is makkelijk. En het is een park en bark. Je gaat daar staan, je hoeft niet te bewegen, je doet niet zoveel. Ja, zo noemen ze dat al een park en bark. Maar het is eigenlijk juist heel moeilijk. Want je moet eigenlijk van begin tot het eind onze aandacht erbij houden. Je moet zorgen dat je de juiste emotie overbrengt. Nou, en ik mag toch wel zeggen dat jij dat wel gedaan hebt, hoor. Ik heb er geen fuck van verstaan. Echt 0,0. Maar ondanks dat begreep ik alles. Terwijl het nummer echt heel lang is dan, mocht je het niet begrijpen. Maar jij brengt hem zo over, alsof je gewoon in mijn eigen taal aan het spreken was. Maar puur met wat jij bracht. Nou, dat is moeilijk. En dat heb jij gedaan en op de juiste manier gedoseerd. Want soms gaan mensen te ver en moet het allemaal omdat het moet. Nee. Juiste manier gedoseerd, juiste manier gebracht. Ja, fantastisch. Ja, ik heb een klein weinig aan toe te voegen. Ik heb namelijk ongeveer opgeschreven net wat jij nu hebt gezegd. Maar ik wil wel even benadrukken nog hoe bijzonder dat is. Ik versta echt geen woord Frans. Ja, ik kan een biertje bestellen. Maar jij hebt mij zo meegenomen. Ik heb nog de tranen in mijn ogen staan. Ik kon ook niet als eerste de microfoon pakken. Zo diep heb je mij geraakt hiermee. Je hebt met zoveel overtuigingskracht, in alle kleinheid en toch de mensen erbij weten te betrekken. Ook heel belangrijk vind. He, je hebt het niet alleen bij jezelf gehouden. Je hebt iedereen in deze zaal meegenomen in jouw verhaal. En ja, chapeau. Dankjewel, Trinity Morelli.